Dat ook niet goed. Op dit moment vindt er een rokerij plaats bij het raadhuis. Het is een kampioenschap, dus we gaan even kijken hoe de kampioenen ervoor staan met hun makrelen. En wat voor hout ze gebruiken en wat hun specialiteit is. Want daar ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Meneer, u bent niet tevreden? Ik ben niet zo heel erg tevreden, nee. Jammer. En waarom niet, als ik mag vragen? De kleur had meer goudkleurig moeten zijn, wat ik gewend ben. Want ik heb alles gewonnen en niet hier, maar aan het strand. Daar doen we het ook. Makreel roken. En dan moet je eigenlijk een mooie gouden kleur hebben. Die heb ik niet. En wat heeft u nu anders gedaan dan normaal dan? Ik heb ander hout gebruikt. En waarschijnlijk is dat ook niet goed. Zo ben je helemaal niet. We zijn goed fit, zijn ze. We zijn goed eten ook. Dus... Wat maken uw makrelen nou zo speciaal? Ja, mijn makrelen. Nou, die rookworst? Ja, die eet ik zelf op. Ah, ik hou niet van vies. Ah. Ik neem meestal alleen maar, ik doe het voor de lol, weet je wel. En voor de rest vind ik het allemaal gewoon gezellig. Om het mee te maken, maar zo. Heeft u al een keer ermee gedaan? Ja, ik ben al een keer eerste geweest, tweede geweest. Ik heb die oude man geholpen verderop. En die, ik zeg, ik ga je helpen. Ik zeg, ik hoop dat je eerste werd, die gewoon mijn eerste. Dat is toch leuk dan? Ja. En, die is eigenlijk iets heet geweest, gaat die openstaan. Wij noemen het eigenlijk, als je hem openstaat, noemen ze vleermuizen, noemen we het altijd. Oh, ja, ja, weet je wel? Maar ja, die zijn in de krocht nu op dit moment. Ja, 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 ja. Dus, maar het is leuk zo, joh. Ja, wat voor hout gebruikt u? Eikhout. Ligt hier allemaal. Eikhout gaat het best. Of we moeten beuken nemen, ik heb ook nog. Dat is het beste hout ervoor. En dan ga je zelf een beetje rommelen, een beetje hout moeten gooien erop. Dan weet je, dat is van oude whiskywater gemaakt. Kijk, kom maar doen. Dus. Het wordt allemaal zelf een beetje leuk, maar gewoon probeer gewoon. En wat maakt deze hobby nou zo speciaal? Ja, gewoon gezelligheid onder de mensen. Maar het wordt alleen steeds minder, het mag steeds minder. Je ziet het, er staan hier maar 9 kastjes. Normaal stond het natuurlijk verderop. Dat was veel gezelliger. Ja. Er komen er veel meer mensen. En nou is het natuurlijk allemaal steeds meer bekrimpend, maar steeds moeilijker allemaal. Want die gemeentes, je mag helemaal niks meer. Dus eigenlijk doet u een oproep aan de Zandvoorter, doe volgend jaar gewoon weer lekker mee. Ja. Gewoon het meer opgezet en een beetje ruimte maken. Want zelf een rotsje maken we eigenlijk niet. Daar zijn ze bang voor. Voor het vet wat op de grond komt. Maar ja, u heeft een goede organisator, Ben Zonneveld. Die zorgt daar wel voor. Die dat doen. Je moet het zelf regelen om het allemaal voor elkaar te krijgen. Dat wil je niet weten. Er zijn 3 Noordicus hier ook. En de rest is allemaal Zandvoort. Nou, leuk. Ja, echt leuk. Nou, tot volgend jaar weer. Ja, oké, okay, dan doe je mee. Ik bel er wel weer op. Hey. Hey. Okay. Jeff, waar er gerookt wordt, daar ben jij aanwezig, is Zandvoort meestal. Wat maken jouw makrelen zo speciaal? Nou, dat maakt niet speciaal. Alle makrelen die hier weer worden gerookt, die zijn eigenlijk allemaal speciaal, als jij dat vindt. Maar wat wij dus hier doen, is dus in feite makrelen zouten. Tenminste, we maken ze eerst schoon, dan zouten we ze en dan gaan we ze roken. En ja, dat geeft een bepaalde smaak. Lekker. Ik rook dan zelf met lichte houtsoorten. Dat geeft minder in feite het opboeren wat je vaak van een makreel krijgt dan dat je met eikenhout. Want daar komt dat looizuur in vrij. En ja, smaak is dat gewoon. Wat de ene vindt dat lekker en de andere vindt dit lekker. En dat is het. Want hoe gaat zo'n proces? Je zegt net, ik maak hem schoon, ik zout hem. Speciaal houtsoort. Ook een speciale kast? Nee, dit is gewoon een... een oude dienbladenkast geweest van mijn werk. En die heb ik omgebouwd, gewoon binnen even getimmerd. Aan de buitenkant zit nog het oude hout. En je kan in feite in elke kast roken. Of het nou een ijzeren ton is, of het is deze KLM-kast. Nou, die ik ook omgebouwd heb. Het is een oude warmhoutkast van mijn werk. Je kan in een kartonnen doos zelfs roken als je wil. Dit evenement is al een aantal jaren bezig, hè? Ja. Er zijn wel wat minder deelnemers. Hoe komt dat? Dat klopt. Een aantal mensen zijn er aan het vissen in de Berenkuil. Onze forelvereniging, want dit gaat niet van onze zeevisvereniging uit. Dit gaat vanuit Ben eigenlijk. En 2,5 week geleden heb ik samen met Ben besloten dat we toch door laten gaan. Dit gebeuren. En dus we moesten nog allemaal makrelen bestellen, alles schoonmaken. Dat hebben we gisteren gedaan bij Bob van der Voet in de loods. En gezout. Gisteravond tot 10 uur bezig geweest om ze eruit te halen. Vanochtend vroeg stonden we hier alweer om 6 uur om de boel op te bouwen. En zo
Zo gaat de organisatie gewoon in alle gangen. Maar wel weer leuk dat het er is. Hè? Ja. Volgend jaar denk ik sowieso weer. Want het brengt, het is toch wel Zandvoort zit, toch? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dit hoort er gewoon bij. En daarom juist, er waren wat, hoe moet je dat zeggen eigenlijk, bedrijven die een beetje klaagden om de rook. Maar dit is gewoon Zandvoort. Ja? Dit hoort erbij. Normaal staan we hier met 20 man eigenlijk te roken. Nou, er zijn een aantal mensen op vakantie, die zijn aan het vissen. Dus... Heel erg bedankt en heel veel succes. Ja. Oké, geen dank.